Het klantenaantal van de mobiele wallet UniFiveBay is in de COVID-19-crisis verdubbeld. Dit haalde John Lee Chow, lid van het managementteam van UniFiveBay, vandaag aan in het ATV-programma COVID-19 Update. Volgens Lee Chow stimuleren diverse bedrijven in deze periode het digitaal betaalverkeer. Het UniFiveBay managementteam lid zegt verder dat voor deze crisis het managementteam verschillende manieren heeft bekeken om mensen ertoe te bewegen digitaal te betalen. Echter is het volgens hem opmerkelijk dat de burgerij in deze periode er zelf voor heeft gekozen meer digitaal te gaan betalen. Ieder die gebruik maakt van je wallet moet je als bank kennen. Je moet dat weten. Ik moet weten wie je bent. Ja. Anders kan ik je geen gebruik laten maken van de wallet. Dus dat houden we vast. Dus wij meten het aantal downloads van de app. En we meten ook het aantal aanmeldingen met de app in ons systeem. En hoe we het ook meten is natuurlijk van hoeveel geld wordt elke dag uitgegeven met de app. Wat ik al zei, betalingscultuur is duidelijk veranderd bij de mensen die willen betalen. Maar met name ook de bedrijven die betalingen willen accepteren, daar is het ook veranderd. Ik ben heel blij om het te zeggen, met Telesuur zijn we bezig, SWM en ABS, dat we dus via de app de maandelijkse rekeningen kunnen downloaden. Ja. En dat je dan als klant selecteert wat je wil betalen en ook betaalt. Dus je hoeft niet meer te gaan naar de kassa van, ABS, Telesuur of SWM. Je gewoon thuis blijven met je app. Je downloadt de invoices, je kijkt of het goed is, dat is vaak het geval, kijken of het goed is, je betaalt het en je bent klaar. Verder zegt Lee Chow dat het managementteam van UniFiveBay voor 2020 meer bedrijven wil interesseren gebruik te maken van deze betaalwallet. We werken nu dus samen met de Southern Commercial Bank, de Surinaamse Postspaarbank en onlangs hebben we gezegd dat we ook samenwerken met Goro Bank. Okay. En met name voor Albina heeft Goro een project opgestart. Ze noemen het Cashless Albina. Okay. Je weet, Goro is de enige bank in Albina. Alle betalingen in Albina vinden overwegend cash plaats. Er zijn heel veel betalingen vanuit Albina naar het binnenland. En alles gaat nu cash. Okay. En met ons systeem kunnen we het digitaal doen, maar digitaal met een mobiele telefoon. Dus met Goro werken we samen en we zijn nu bezig met andere banken om ons betaalsysteem ook aan de andere banken aan te bieden. John Lee Chow, lid managementteam UniFiveBay. Hij sprak vanmorgen in het ATV-programma COVID-19 Update. Dit programma wordt na het nieuws herhaald.